In het vroegere bejaardenhuis Bartholomeus in Asten vond op donderdag 7 april een inloopavond plaats. De plannen van het Rijksmonumentale deel en de Kerkstraat werden er gepresenteerd. Ook was de maquette van de ontwikkeling van het tweede deel en het Koningsplein te zien. We zijn inloopavond voor de Bartholomeus. Lekker druk. Ja, boven verwachting. Het is leuk dat er zoveel mensen geïnteresseerd zijn in wat wij hier aan het doen zijn. Het gaat al jaren over Bartholomeus. Het is toch geen verrassing dat er mensen op afkomen, want ze willen onderhand wel eens weten wat er aan de hand is. Ja, correct. Als ik zelf naar mezelf kijk, heb ik 14 jaar geleden ook aan de bieding meegedaan hier in 2000. Dus het was voor mij ook een verrassing dat ik hier nu weer aan mag werken, 14 jaar later. En nu zit er echt vaart in, dus het is leuk dat het dit teweeg brengt. Architect, je bent niet de opdrachtgever? Nee, ik ben architect. Ik ben ingehuurd door de opdrachtgever. Wie is dat? Dat is Daan Verliesheid van Dali Projecten. Jean, wat gaat hier gebeuren? Wij hebben een gedeelte al gesloopt. Wat tussen het Koningsplein staat, gebouw tussen het Koningsplein en het monument. Hierdoor hebben we ruimte gecreëerd om te kijken wat er van het monument, hoe het eruit ziet en wat er over is gebleven. En van daaruit zijn we gaan ontwerpen en nadenken hoe gaan wij met het monument om. Die hele voorwand moet blijven staan? Die blijft voorlopig staan aan het Koningsplein. Op den duur gaat die weg, maar die blijft voorlopig staan. Dat begrijp ik niet helemaal. Die gaat op den duur weg? Ja. Terwijl dat Rijksmonument is, ik dacht altijd de voorkant moest blijven staan. Nee, de voorkant is geen Rijksmonument. Het achterste gedeelte waar we het nu over gehad hebben, dat is Rijksmonument. En het voorste gedeelte, daar gaat op termijn, gaan we dat amoveren en dan komt er een nieuwbouw voor in de plaats. Dat zijn allemaal wilde verhalen geweest, hè? Een grand café, hotel, appartementen, waar gaat het nou worden? Op dit moment hebben we een commerciële ruimte opgenomen. Niet al te veel, maar wel gelegen aan de Koningsplein. En voor het overige komen er appartementen. Maar we zijn nog aan het zoeken of er nog andere functies in kunnen. Kleinschalig wonen wellicht. Maar daar zijn we nog over aan het nadenken of we die kunnen plaatsen. Het is een flinke oppervlakte die jullie gaan bouwen. Ja, wat overblijft is ongeveer 1500 tot 2000 vierkante meter. Dus dat is een interessante locatie in het hart van Asten. Hoeveel appartementen worden er dan? In totaal worden het er een 40, 45. En in het oude monument waar we het nu over hebben, daar hebben we er nu 18 gerealiseerd. We hebben het over verschillende fases, Eugène. Ja, we hebben het over fase 1. Fase 1 is het Rijksmonument aan de Kerkstraat. Daarin gaan wij 18 appartementen realiseren. En in de toekomst dan gaan we naar het Koningsplein toe. En dan gaan we amoveren. En dan komen daar de overige appartementen. En dat is afhankelijk van hoeveel parkeerplaatsen kunnen we kwijt. En welk type woning willen we daar gaan realiseren. Het is niet speciaal voor ogen omdat er toevallig geen Bartholomeus is? Nee, maar er komen wel appartementen die dadelijk voor ouderen geschikt zijn. Dus die doelgroep die willen we ook zeker benaderen. Maar we zijn aan het zoeken naar een goede mix tussen jong en oud en daartussenin, zodat het een levendig gebied wordt. Ook met tuintjes en met hofjes? Ja, het concept stedenbouwkundig plan gaat ervan uit dat we van de huidige deken van Pelthof, dat we daar het autoverkeer weg gaan halen en dat dus een verblijfsruimte wordt, een groene verblijfsruimte. Die krijgen we dan ook nog een verblijfsruimte hierboven, bovenop de parkeergarage. En die sluit weer aan met het binnenhofje van het Rijksmonument aan de Kerkstraat. Komt waar? De parkeergarage komt nu op het gedeelte wat gesloopt is. Dus dat is hierachter. Dus we gaan nog even de grond in. En hoe diep? We hoeven gelukkig niet al te diep. Ik denk een meter, anderhalf, twee meter. Ja goed, er zit er nog wat constructie onder. Maar dat komt ook omdat het hoogteverschil tussen het deken van Pelthof en het pijl waarop we nu staan, dat is 1,30, 1,40. Dus daar winnen we al een hele hoop ruimte en diepte. Klaar is dan hoeveel mensen kunnen hier dan wonen straks? Dan hebben we rond de 45 appartementen. Dus dan maal 2, maal 3, maal 4. Dus dan praat je over een 100 tot 150 mensen. Ik kan me voorstellen dat mensen hier kwamen om te zeggen van ik wil al een woning. Zijn er al geweest of niet? Ja, dat was wel interessant. Alle woningen hebben een interne trap en
Er waren ook nogal wat ouderen, maar met een traplift kom je een heel eind, daar waren ze toch wel achter. Dus dat was wel leuk. Nieuw interesse dus? Ja, absoluut, absoluut. Er zitten een viertal gelijkvloerse woningen in. En 14 met een interne trap, maar het is wel 4 meter traplopen naar boven, want de verdiepingen zijn 4 meter hoog. Maar de auto wordt niks gedaan, die blijft gewoon zo hoog als het nieuw is? Ja, we doen aan de hoogte helemaal niks. Dus we handhaven eigenlijk de hele buitenschil. Fase 1 en fase 2, wanneer moet het hier allemaal klaar zijn? Wanneer ga je eerst beginnen? Fase 1 ligt nu ter inzage. Wij verwachten de bouwvergunning onherroepelijk voor de bouwvak. Zodat we na de bouwvak aan het Rijksmonument aan de Kerkstraat kunnen beginnen. Nou, dan hebben we daarna nog een traject te lopen met wijziging bestemmingsplan voor het gebouw aan het Koningsplein. Nou, dat zal een jaar, anderhalf jaar duren. Nou, eerder dat je daar bezig bent en dat het klaar is, ben je al gauw 2,5 jaar verder. En dan weet ik het eigenlijk even niet, hoe lang het dan nog duurt. Het gaat er een paar jaar overheen. Ja, er gaat zeker 2-3 jaar overheen voordat het helemaal klaar is. Er staat al zo lang leeg, de mensen zijn er wel gewend hier. Ja, maar het is wel leuk dat we in het begin in ieder geval de vaart in hebben gehouden. Daarna is het even een kleine terugval geweest, omdat er veel archeologisch onderzoek moest ook plaatsvinden. Nou, dat hebben we allemaal gedaan. Dus alle onderzoeken die vergen nogal wat tijd, maar dat is niet allemaal achter de rug. En de spullen liggen nu klaar om afgestempeld te worden. Wat is voor jou als architect de grootste uitdaging in dit project? De grootste uitdaging was om mezelf in te houden. Om het bestaande te laten en om er heel integer mee om te gaan. En ik moet zeggen, dat is me redelijk gelukt. Anders dan anders? Nou ja, goed. Ik wil nog wel eens wat uitspattingen hebben, ja, dat klopt.